kijken. Wie, ja, kom bij me. Kom gelijk maar bij me. Wie zijn jullie vijf sterkste supporters in de zaal? Oh. Laat eens handen zien. De sterkste supporters. Kom gauw naar voren. Kom gauw naar voren. Kom heel gauw naar voren. De sterkste supporters. Het moeten echt kerels zijn. Matadoren. Geef dus een applaus, dames en heren. Geef dus een applaus. Kom erbij. Kom hier, jongens. Kom hier. Kom hier. Kom hier. Kom hier. Jullie met z'n tweeën vooraan. Jullie erachter. Met z'n zevenen op een rij. Want wat gaan we doen? Luister gelijk mee. We gaan touw trekken. En we gaan touw trekken, dames en heren, tegen de drie Schotse kampioenen die ik vorig jaar heb gezien in Schotland, waar ik zo van onder indruk was, dat ik ze nu gelijk maar aan u voor ga stellen. Daar komen ze aan, uit Schotland! Nou, dat zijn ze. Wat is de bedoeling? Luister goed. Would you put down the rope, please, already? Dat touwtje, wat zometeen hier, nou ja, kabeltje, zeg maar gerust. Dat gaat zometeen goed in het midden, met het rode vlaggetje. Geef door het touw. En wat is dan de bedoeling? Ik zei het al, het zijn 5 minuten opdrachten. Je hebt een minuut de tijd om stand te houden tegen deze sterke kerels, of om ze te verslaan. Maar je mag niet verliezen. Lukt je dat binnen een minuut, de stand houden of winnen, dan krijg je 15 bonusseconden. Ja? Ik ga het vlaggetje naar het midden brengen. Hallo, geef een beetje mee. Kom, zet hem op, hè. Geef een beetje mee. Beetje hierheen, jongens. Kom, hij moet het midden. Hij moet het midden. Oké, stop. Stop. Hier. Hou een minuut stand of win. Zijn jullie klaar? Ja. Is het publiek klaar? Ja. Are you ready? Start. Sorry, you are very strong. I'm sorry. Thank you very much. Bye bye. Dames en heren, geef dus toch een applaus aan Schotten. Dit is niet te geloven. Jongens! Hey, willen jullie weer plaatsnemen? Hartstikke bedankt. Applausje, dames en heren, voor de